zie je het al? Ja, ik zie daar. Verrassend speed. Oh ja, het moet natuurlijk weer zo'n goed uitdelen, hè? Ja, reddingstest uit en verrassend daar. Jongens en meisjes, volgens mij hebben jullie al van de verrassingspiet gehoord. Oh ja, jullie? Hallo! Ik ben verrassingspiet, zoals jullie nu hebben gehoord. En ik ben een beetje uitgeput. Ik heb best wel hard gerend. Want zoals jullie hebben gezien, ben ik vooruit gevaren. En Sint weet nog van niks. Maar ik heb allerlei verrassingen voor hem in petto. Echt? Ja. Kun je er al eentje verklappen? Natuurlijk! Maar dat moeten de kinderen beloven. Waarschijnlijk hebben gegeven dat het ook niet zo erg is om hier te staan te wachten, denk ik. Nou, meneer Jasper, ja, was het gezellig? Ja, het was heel gezellig, Sinterklaas, maar wij waren natuurlijk alleen maar een beetje de opwarming en nu is het de taak aan u, hè? Ik ga het helemaal overnemen, meneer Jasper. Ja, nou, we gaan er een heel groot feest van maken de komende 3 weken. Hebben we daar zin in? Sorry, maar jullie weten misschien al
dat Sinterklaas wat ouder is, dus ik verstond het niet zo goed. Hebben we daar zin in? Dat is duidelijk. Ik zou zeggen, een heel fijn Sinterklaasfeest gewenst. En wij gaan er ook, samen met jullie, hele mooie dagen van... Oh, nou, heel fijn, verrassingspiet, hè. Er kan altijd maar beter één als eerste zijn. Meneer de Koning, ik hoop ook dat u er een heel mooi Sinterklaasfeest van gaat maken. Bij de geval. Dank u wel. Sinterklaas, mooie woorden. En ik neem aan dat jullie nu met z'n allen onder leiding van Jasper een schitterend lied voor Sinterklaas gaan zingen. Als welkom, mag ik hopen. Ja? Want het is heel erg fijn dat u bij ons in Hoevenhoorn bent. Zullen wij heel voorzichtig weer proberen mee te komen? De zak van Sinterklaas, oh jongens, jongens, dit zo vaak.